Hey mensen, top dat jullie weer kijken. We gaan deze week weer verder met de aandrijflijn van onze tank. Ja, we moeten dus nieuwe veren gaan bestellen. Ik heb hier nog een veertje die eruit kwam. Die ziet er nog enigszins redelijk goed uit. Dus laten we deze opmeten. Nou, dit zijn drukveertjes. Drukveren heb je in heel veel verschillende maten en smaken. Hè? Uiteraard zijn natuurlijk de maten belangrijk, de ongespannen lengte, ook de diameter natuurlijk, hè, de draaddikte. Dat zijn allemaal dingen die kun je nogal makkelijk opmeten natuurlijk. Maar er is nog een hele belangrijke en dat is de veerconstante. De veerconstante geeft eigenlijk aan hoe sterk de veer is. Veerconstante die wordt meestal weergegeven in newtons per millimeter indrukking. Dus dat wil zeggen dat je per millimeter dat je de veer indrukt, hoeveel newton dat daarvoor nodig is. Dus hoe meer newton daarvoor nodig is, hoe stugger de veer is. Ja, we hebben natuurlijk niet zo'n superieur gereedschap om dat te meten. Maar wat hebben we wel? We hebben hier een personenweegschaal. Dus wat gaan we doen? We gaan deze veer daar opzetten. Meet ik eerst even de lengte op wat die nou is. 6,7 centimeter. Gaan we een centimeter indrukken. Gaan we kijken hoeveel kilo daarvoor nodig is. Laten we dat doen. Oké, dus als we hem gewoon een centimeter indrukken, zien we daar gewoon de veerconstante op het display. Oké. Doe het maar. Komt-ie. Rustig. Ho. Dat zou moeten zijn dan. 18,4. Maar dat doen newton we dan per millimeter. Keer 10. En dan hebben we dus 184 newton. Ja, maar we hebben hem 10 millimeter ingedrukt. Oh. Dus je moet het ook weer delen de 10. Dus is het gewoon 18,4 newton per millimeter. Ja. Oké, dan kunnen we veren bestellen. Kijk eens, Dirk. Oh, dat zijn verkeerd. Ja, nee, we hebben niet samen. Nee jongen, dit is klets. Kijk maar eens. Plop. Oh, dat ziet er mooi uit. Ja, hey, nou kan die in elkaar gezet worden helemaal, Dirk. Ja, ik ben tandjes aan het poetsen. Oh, hij valt er al aan de onderkant uit. Dat is goed. Dit draadje zorgt ervoor dat die bouten er niet uitlopen. Dat als je hem aandraait, het touwtje zo, dat je hem altijd zo aandraait dat de bout vastgetrokken wordt. Dus de bout wordt, als je zo draait, vastgetrokken. Dus het touwtje moet altijd zo trekken. En deze, die moet ook vastgetrokken worden, dus die moet zo trekken om hem vast te draaien. Maar je moet er dus altijd voor zorgen dat die bout vastgetrokken wordt. Nou, deze daar zaten we eigenlijk nog meer op te wachten natuurlijk, de borgplaatjes. Nou ja. Ja, jij ging mijn vingers afknippen. We kunnen ook ringwerpen, ken je dat spel? Ja, dan ga ik hier staan. Ho! Ja, nu komt de grote truc der trucken. We zetten daar in plaats van veren, zetten we daar zeg maar een paar buisjes op. Dan blijft dat pakket in elkaar hangen, zonder dat die ringen echt vast gaan zitten. En dan kunnen we die ringen dadelijk
allemaal draaien dat ze recht staan. En dan zet hem daar eventjes in. Eventjes. Oké, dit is hem al. Ja, eigenlijk moet de eerste er even in. Ja, maar die ligt hier heel lullig. Ja, klopt zeker. Helemaal niet. Maar nu... Nu wel bijna, toch? Nee. Hoppa. Zeg maar wel. Hoppa. Ja, dat was hem alweer. Ja. Oké. Okay. Nice. Ja. Het lijkt er nou op dat de tandwiel wat daarop zit, dat dat nou niet helemaal goed zit. Dus dat kunnen we een beetje verdraaien nou zo met die bouten. Kijk. Hoppatee, daar zit hij in de tandwiel. Nou, oh, kijk hier. Oh, denk in de veren erin. Oké. Nou moeten we dus al die veren gaan onderdrukken, hè? Daar heeft dit draadeindje voor. Dat zal hij fijn vinden. We hebben er nou een draadeind erheen gedaan. Dan gaan we dadelijk al die veren indrukken. En dan op een gegeven moment dan kunnen we deze vastzetten. Dan komen die draadeindjes door en bij elkaar. Die veren zitten natuurlijk onder spanning erin. Die veren die drukken namelijk dat platenpakket dat we er net ingeschoven hebben. Dat drukken ze eigenlijk bij elkaar. Ja, door die wrijving, zeg maar, dat is eigenlijk, dan wordt eigenlijk het koppel overgebracht. Zo heet die koppeling. Op het moment dat je dan ontkoppelt, dan worden met de mechanismen die veren ingedrukt, waardoor dat die platen loskomen van elkaar. Dan is je ontkoppeld. Ja, boordplaat rond. Kijk dan hier, joh. Dat is een mooie nieuwe borgplaatjes, hè. Die hebben van Staalverpakt in elkaar. Wat zei je nou net? Huh? Een mooie koppeling. Oh. Ja. Zat ik zo te denken. Ja. Bak een buis. Die we er doorheen kunnen doen. Dan lassen we hier zo. Hup, 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 hup. Een buis met hier een oog waar we kunnen hijsen. En dan moeten we hier eigenlijk iets doen. Even een bout of zo erheen doen. Komen dat het ding eraf kan schuiven. Stuurkoppelingen staan er weer in. Dus dan kunnen we volgende keer verder met het versnellingsbak en het bedieningsmechanisme en zo voor om te kijken dat het ook werkt natuurlijk. Want het ziet er allemaal mooi uit, maar of het nou werkt, dat weten we natuurlijk nog niet zeker. Maar daar komen we wel draag achter. En jullie natuurlijk ook als je volgende keer weer kijkt.
Hey, en als je nou geen geduld hebt, check even onze Patreon ook. Want wij posten daar ook dagelijks updates, foto's en zo. Dus dan ben je op de hoogte. En natuurlijk het werkplaatsvlogkanaal in de gaten blijven houden. Want daar staan natuurlijk ook elke dag video's op. Dus mensen, ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.